Vandaag ga ik een illegale schuimparty geven in Lasjenhuis zonder dat hij het doorheeft. Nummer 2 en nummer 3. Het schuimkanon. Denk hier. Oh, allemaal losse stangen. Dit wordt echt een ramp gewoon. Oké, het is zover. Lars, die komt zo meteen binnen. Oké, zal ik de deur open doen? Ja, dan mag je. Nou, waar ben jij nou? Waar ben jij hier? Ja, ik was hier toevallig. Waar zijn we? Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken weer een gloednieuwe video van je favoriete Ginger. Vandaag gaan we iets heel speciaals doen. Zoals jullie weten, heeft Lars een eigen huis gekocht en het hele huis is af. En wat is dan beter dan een feestje geven? Vandaag ga ik een illegale schuimparty geven in Lars zijn huis zonder dat hij het door heeft. Lars is op dit moment met Boas mee. Geen idee waar hij zich uithangt. Wij zijn in ieder geval binnengesneakt. Nicole is hier ook binnen. We gaan heel de party voorbereiden. Ik heb schuimkanon, ik heb een DJ. Ik heb eigenlijk alles geregeld. Al zijn vrienden komen hier straks naartoe. Dus dit wordt één gekke en leuke boel. Heb je nu heel veel zin in deze video? Blijf zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, moet je eventjes abonneren op mijn YouTube kanaal. Oké, Wessel, als jij aan een feestje denkt, waar denk je dan aan? Bier. Bier, inderdaad, bier. Dat is nummer 1. Nummer 2? Nog meer bier. Nog meer bier? Dat is nummer 2. Ja. Nummer 3? Nog meer bier? Nog meer bier. Ja. Nummer 3. En op nummer 4? Sterke drank. Sterke drank. En op nummer 5? Gasten. Mensen. Gasten, inderdaad. Chippies. Lekkere malen. Lekker eten. Chippies. DJ'tje. In ieder geval. Nee, schuim. 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 Muziek. Muziek. Een box. Een glas waar je drinkt. Nou, in ieder geval, we hebben best wel veel geregeld al, maar we hebben nog niet alles, want we moeten nog alle inkopen doen. En we moeten natuurlijk Lars een goed verrassen. We gaan even naar de winkel. Hier. Bier! Oké, laten we naar de winkel gaan, want het is niet echt heel lekker weer om een schuimparty in de tuin te houden. Dus we gaan even wat partytenten kopen, zodat we in ieder geval droog staan. Dus op naar de bouwmarkt. Deze hebben we nodig. Ja. Dit is hem. Jongeman, waarom sta je op die... Hier, ik kon je wel. Oh ja, wanneer dit? Hierbij? Ja. Ja. Au! Au! Ga weg! Oh. Nou, partytent is binnen, dus we gaan door. Oh, shit. We gaan in ieder geval eventjes naar een andere winkel om alle drankjes te halen en al het eten. Er komen al steeds meer gezellige mensen, dus het wordt een leuk feestje vanavond, denk ik. Kijk eens even. Ja! Korting! Neem maar mee! 1, kijk, we moeten natuurlijk wel een feestje hebben. Dat is nummer 2 en nummer 3. Even voor duidelijkheid, ga niet drinken natuurlijk. Tenzij je 18 plus bent, dan mag je wel drinken. Eten moeten we ook hebben natuurlijk voor een perfect feestje. Ik moet zeggen, ik heb er geld wel eens aan betere dingen uitgegeven, logisch hier. Maar het is wel voor een goed doel, een leuk feestje voor Lars. Nu we al het eten hebben gehaald, is het tijd om de tuin voor te bereiden voor het feestje. We hebben meegenomen Jeff. Jeff is vanavond de DJ. Yes, Jeff is dus de DJ. Mocht je hem nou willen boeken, dan kan dat natuurlijk. Dan komt hij gezellig langs op je feestje. Het maakt allemaal niet uit en jullie moeten natuurlijk eventjes abonneren. Dus dat is super tof. We hebben in ieder geval goede muziek. Shout out Jeff. En voor de rest komt hier partytent. Met de DJ-boot en daar nog een partytent, zodat we allemaal lekker overdekt kunnen feesten. Het schuimkanon komt denk ik hier en vanuit hier heel de tuin vullen met schuim. Heel leuk, leuk. Laten we uitpakken en alles klaar gaan zetten. Zo, de eerste tent. En dit wordt denk ik wel een lastige opgave om zo'n partytent in elkaar te zetten. Daar ben ik nooit zo goed in. Oh, allemaal losse stangen. Dit wordt echt een ramp gewoon. Nu de eerste partytent staat, gaan we het daarop bij houden, want het gaat best wel hard waaien. En we hebben geen zin dat we straks een tikje aan het spelen zijn met die partytenten. In ieder geval, de eerste tent staat dus en we gaan de DJ-boot opbouwen. Tenminste, ga ik niet doen, dat gaat Jeff doen, want kijk even al deze spullen. Timoteel, voor de grap, even die op. Die is echt zwaar. Voor een lampje, hè? Een lamp. Een lampje. Nou, het is geen lichtlampje. Ja. Het is wel een licht. Een lampie. Nog één? Holy shit. Oh, de jongens achter mij zijn hartstikke druk bezig. Jongen, help eens mee. Opzetten. Kom eens op. En ik hou er dan altijd van om gewoon lekker niks te doen en toe te kijken. Hoe geweldig is dat? Ja, en zo gaat het dus altijd met jouw video's. Iedereen Hoezo? Doet alles en jij doet niks. Au. Ik doe echt mijn best hoor. Ik probeer er echt iets van te maken. Ja.
Door anderen te laten werken, ja. Ja, dat klopt. Ja. Maar kijk even hoe hard ze al bezig zijn. Dit is toch top? Dit is toch een perfect huisfeestje. De DJ-tafel die staat, alleen we hebben minder goed nieuws, want Lars had geen zin meer om bij Tim en Balls te zijn, dus die is nu al onderweg. Hij heeft net wel zijn live locatie gegeven, want ik zei dat ik bij Jeff langs ben gegaan om DJ-les te krijgen, want dat doe ik best wel vaak. En vroeg daarna of ik langs Lars kon gaan, dus hij heeft het niet door, maar hij weet wel dat ik vanavond kom. Maar hij weet niet dat ik al eerder bij hem thuis ben, dat het hij gaat komen. Best ingewikkeld in ieder geval. Alles staat zo goed als, maar we hebben natuurlijk nog ons schuimkanon. En ik heb geen idee hoe dit ding werkt, dus dan gaan we even uittesten. Dit is hem. Dit is een flinke slier. Wacht eens even. Gaat hij wegwaaien? Nee, dan hou hem toch vast. Oké, we gaan hem opblazen. Kijken wat hij gaat doen. Nou, en dan nu moet de explosion even. Oh nee, Timo. Oké, zijn we klaar voor het schuim? Ik moet het harder praten, want die blower maakt veel lawaai. Blijf staan. Komt ie. Joh, dit gaat veel te veel vliegen. Nee, uit. Hij moet gekanteld worden. Kan jij een beetje kantelen nog? Ja, oké, ik ga hier even staan. Zie maar, alles waait op de auto's. Nee! Zie maar, uit! Godverdomme. Het beste. Oh. Misschien is dit niet het beste voor in zijn tuin. Nee, dit is. Maar ik wil schuim, anders is geen schuimparty. Hier heb je schuim. Oh. We gaan er alles aan doen, zodat we zo meteen heel de tuin toch voor hebben liggen met schuim. En we hebben nog maar een uurtje, dus. Nicole, hoe leuk vind jij dit? Nee, die vind ik niet leuk. Maar ik vind het wel leuk, dus anders goed. Oké, poging 1 is mislukt, maar we hebben een oplossing. We gaan hem nu niet rechtop zetten, zodat alles naar de buren gaat. Maar hij ligt nu... Ja, doe maar aan! Ja, schuim. En voor de duidelijkheid, het is allemaal natuurlijk en plantaardig. Dus er kan niks verkeerd gaan. En we beschadigen niks. Kom maar eventjes bij, allemaal. Dat is wel een probleem. Dat is straks een hele buurt erbij. Oh ja. We hebben wel een klein probleempje. De rest van de vrienden zijn nog niet, omdat Lars is eerder naar huis wou. Dus die komen zo meteen een keer binnen druppelen. Oké, het plan is als volgt. Lars komt zo meteen via de voordeur naar binnen. Daar staat Nicole met een super prachtig mooi jurkje. Als je vriendin zo ziet staan, denk je zo, we gaan naar boven, we gaan helemaal niet naar buiten natuurlijk. Daarna sta ik natuurlijk met mijn camera, dan weet hij gelijk al wat we gaan doen. Zodra de deur klinkt, naar beneden gaat, start de muziek, city schuim, party, vissa, alles. Toeters! Ja, zo een beetje. Dus laten we verdekt op gaan stellen. De rest van de vrienden druppelen binnen. Boas, Tim en de rest die druppelen zo meteen ook binnen. Dus het komt helemaal goed. Oh, Nicole, hoe denk je dat hij gaat reageren? Hij was al een beetje chagrijnig vandaag. Hij was mega chagrijnig. Sorry lief als je dit ziet, maar hij was echt chagrijnig. Ja. In ieder geval, Lars komt hier zo meteen aan. Als het goed is. Als hij nu zo'n lul is die achterom komt omdat hij het niet vertrouwt. Ja, dat zou kut zijn. Ja, dan maken we hem echt kapot. Dan pakken we alles in, gaan we gewoon weer weg. Ja. We hebben hier een camera staan en vanaf hier kun je dus niet zien dat er een party is. Er liggen wel wat ballonnen, maar het gaat even om het idee. Oké, het is zover. Lars die komt zo meteen binnen. Wat is zo? Hoezo sta je hier als ik kom? Ik heb iets geneukt. Een romantisch dinertje gemaakt. Ja, dat geloof ik niet. Ja, omdat je wel zit. Een romantisch dinertje. Ruikt het hier? Heel romantisch. Heel vies. Hoezo? Ja, smerig geluk. Nee, dit is wel een romantisch dineetje. Het is wel een romantisch dineetje met die boot. Jezus. Wat doe je met je bad? Waarom gaat het allemaal dicht en staan er kisten in mijn tuin? Ja, ik zie, ik word gewoon gemaakt waar ik bij sta, hè. Nee. Je bent wel een beetje vroeg thuis, Lars. Dat hadden we nog niet verwacht. Nee. Nou, Lars, jij mag als eerste de tuin in. Het is anders gelopen dan het hoorde te zijn, maar... Oké, zal ik de deur open doen? Ja, dan mag je. Ja. Ja, schuimparty! Ja, even een kleine uitleg. Je andere vrienden zijn nog onderweg, want je bent net te vroeg. Die zouden zo komen en Boas en Tim komen er ook. Ja, dat had ik al door inderdaad. Ja, die zijn 8 jaar aangereden. Wil je een drankje? Ja, is goed. Ja hoor, Lars. En daar zijn de rest van de mensen iets later. Hey. Maar
Ze zijn er. Ja. Hoppa. Tim heeft me de hele dag lopen opfokken. Ja? Tim heeft me de hele dag lopen naaien. Wel goed. Lars, als je dacht dat dit alles was, ligt gewoon nog een cadeautje voor je in de kast. Ja. Kom maar even mee. In de kast? Ja. Deze kast? Ja. Dit is speciaal voor jou. Daar ligt hij. Oh. Helaas! Wat grappig, wat leuk hier, hè? Het was gezellig, leuk feestje. Ik ben... Auw! Oh. Yeah. En de kast gaat dicht. Yeah. We zijn al aardig bezig met het feestje en Lars is bezig met draaien, hè? Kist het er maar uit. Ja. Hey, Lars! 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 Hey, L